Dag kijkers van Omroep Landgraaf, hartelijk welkom bij ons maandelijks buitenringjournaal. Vandaag weer de tweede aflevering. Ik doe dat samen met Mats Snijders, de omgevingsmanager van de provincie, belast met de buitenring Parkstad. Mart, hartelijk welkom. Goeiedag. Mart, we lopen eventjes door de buitenring vanaf spoorwegcomplex Eigelshoven tot aan het ecoduct. Als ik begin bij het spoorwegcomplex, wat is er op het ogenblik aan de hand? Wat gebeurt daar? Ja, op dit moment wordt er eigenlijk de onderdoorgang gebouwd. Hè. De boetering gaat er straks onderdoor. Die wordt eigenlijk helemaal buiten het werk klaargemaakt. Als die klaar is, dan wordt hij onder het talud, onder het spoor doorgeschoven. En dat gaat gebeuren vanaf Hemelvaartsdag, vanaf 5 mei. En dan hebben we precies 100 uren de tijd om dat kunstwerk daar in te schuiven. Dus eigenlijk eerst het spoor weg te rollen, de bovenleiding weg te rollen. De grond weg te graven door, dan het hele zaakje erin te schuiven en dan dat allemaal weer met elkaar verbinden. Het spoor weer terug liggen boven verdieping, zodat na 100 uren de trein daar weer mooi overheen kan rijden. En dat is een heel mooi staartje techniek, hoe we straks ook nog wel het bekendheid aan zal geven. En ook de mogelijkheid zal er bij aan het publiek om vanaf een afstand, veilige afstand, ernaar te kijken. Dat is een heel mooi schouwspel. Ja. Betekent dat dat je dus de brug eigenlijk uitwendig helemaal in prepareren zit? Ja. Prefab? Ja. Ja, inderdaad. Die wordt nu gebouwd. Wie je al zag, boeten het talud, boeten het werk. Zo ver mogelijk in elkaar gezet. En straks erin geschoven zich heel. Dan kennen de luid, die kennen nu al, dan gaan kijken wie dat allemaal gebeurt. Ja, als ze even een veilige plek zoeken, boeten de hekken, dan kunnen ze dat mooi bekijken. Ja. Dan komen we, dan loop ik eventjes buitenring af. Kom ik op bij de Rutscherweg, Schanserweg, Rutscherweg. Daar heb je dan kunstwerken via de afgebroken. Wat gaat er gebeuren? Ja, bij de Rutscherweg zien we nu het slopen. De Hoogstraat, Nieuwenhagen-Heidenstraat, hebben we gesloopt. En wat er gebeurt is dat er straks kabels en leidingen verlag gaan weuren. En dat dan uiteindelijk weer de bouw van een nieuw, iets breder kunstwerk gaat plaatsvinden. En de Hoogstraatsverbinding die is inmiddels alweer hersteld met een bypass. Ja, dat is inderdaad een bypass. Goede berichten, mensen tevreden door? Ja, dat was ook wel even een pijnpuntje, hè, dat afgesloten moest worden. We hebben dat zo beperkt mogelijk gehouden. En men is blij dat het weer open is. Ja. En ik kan me ook heel goed voorstellen. Ja. Dan kom ik een stukje weer naar beneden. Dan kom ik hier op de Reeweg, bij McDonald's zitten we dan nu. Dan gaan we gaan door met de toeristenweg, hè, op korte termijn. Ja, daar gaan langs de toeristenweg gewoon allerlei zaken gebeuren. De toeristenweg zal ook een tijdje toe gaan. Is sowieso nu niet voor doorgaand verkeer bereikbaar. Ik wil dat nog eens even benadrukken. Dat het niet de bedoeling is dat mensen over de toeristenweg rijden. En ze moeten inderdaad de gebruikelijke omleidingsroutes gebruiken. Ja, gewoon voor en de aansluiting bij de Reeweg bouwen. Die mogelijk straks ook een aansluiting vormt voor de B221N. En de randweg op Dissebosch. Als dat vanuit Duitsland ook doorgaat. En de bouw van het ecoduct is een belangrijke activiteit. En daar zien we ook met gestart inmiddels. Zeg maar de oude toeristenweg bij McDonald's rechtdoor, dat wordt dadelijk getrokken bij de buitenring Leuvig. Hier komen ook diverse rotondes weer hier gebouwd. Hè? Ja, eigenlijk wordt de toeristenweg een beetje op de plek waar de aansluiting Reeweg komt. Daar komen inderdaad rotondes. En daar gaat dan de buitenring straks over die rotondes. Kunnen een brugdek te liggen, daar gaat de boetering straks onderdoor. En de toeristenweg wordt om die hele aansluiting heen gelag. Ja. En dan wordt de Schachtstraat, die wordt eigenlijk ook nog aangepast. Ja, dat is de weg eigenlijk wat richting naar de tennisbaan gewoon. Ja, klopt. Ja, inderdaad, die wordt ook nog aangepast. Ja. Is dat wel nog bereikbaar, die tennisbanen? Want nu is links en geur overal afgesloten. Dan ga ik niet meer door, maar die tennisbaan en dat complex dat de wandelaars nog allemaal door kunnen. Ja, dat blijft bereikbaar, ja. Ja, klopt. Dan komen we bij het ecoduct. Ja, daar zijn ze met wanden bezig en zo gaat allemaal. Ja, wat gaat er gebeuren precies? Daar wordt inderdaad de voorbereiding getroffen voor de bouw van het ecoduct. En aansluitend aan het ecoduct komen zogenaamde stikstofschermen. Dus geen geluidsschermen, maar schermen die bedoeld zijn om de stikstofemissie te verminderen. En daar is men nu met de bouw van gestart. Het is een breed ecoduct, 50 meter breed. Dat is dus een groot ecoduct. Dat straks de westelijke kant van de Brunsumheide met de oostelijke kant de Brandenberg verbindt. En iets later in het project zal er ook nog een ecoduct gaan bouwen tussen de Brandenberg en de Tevernerheide in Duitsland. Dus dat is nog een tweede ecoduct wat we straks ook nog gaan aanleggen. Dus dat verdaal ik eigenlijk min of meer een rechtstreeks verbinding over Brunsumheide Tevernerheide. Ja, de bedoeling is van dit soort verbindingen dat ze eigenlijk de natuur een grotere kans geeft door robuustere gebieden te creëren. En dat deze door die gebieden met elkaar te verbinden, inderdaad. Ja.
Ja, maar en dan een heikel onderwerp, dat is op het ogenblik de Europaweg. Hè, want ja. Er is een en ander toch, zijn toch gevaarlijke situaties ontstaan. Wat deed de provincie daarmee? Ja, we hebben inmiddels twee gesprekken gehad met bewonersvertegenwoordigingen. Goede, constructieve gesprekken, moet ik zeggen. Bewoners hebben zich zeer constructief opgesteld, kritisch constructief. Dat waarderen we zeer. En samen met de gemeente Landgraaf hebben we een aantal maatregelen, extra maatregelen genomen op de Europaweg. Om te zorgen dat het er veiliger wordt. De meeste klachten zien dat er te hel gereden wordt. En dat er ingehaald wordt op het moment dat mensen zich wel aan de snelheid houden. En een derde klacht is dat er door oranje en rood wordt gereden op de plek waar nu een zebrapad met een voetgangerslicht bewaakte oversteek de hoogte van de school is. En wat hebben we gedaan? We hebben op de eerste plaats op de plek waar die oversteek is voor de school, daar zetten we elke morgen twee van onze stewards in die de scholieren begeleiden bij het oversteken totdat de verkeersbrigade daar is opgeleid. En ze gewoon inmiddels ook moeders en vaders opleiden tot verkeersbrigadiers. Maar zolang dat nog niet gebeurd is, dat zal een aantal weken duren, zetten we daar stewards in. En nog een heel aantal andere maatregelen. We konden nog het matrixborden zetten, we konden nog banners zetten, extra borden om te attenderen op de maximum snelheid. We konden nog op twee plekken een middengeleider aanbrengen, zodat mensen daar op de Europaweg Noord, maar ook op Zuid, met een middengeleider dus veiliger in twee fases kunnen oversteken. Allemaal dat soort maatregelen. Samen met de gemeente. Verkeersdrempels, idee of weet? Is dat niks? We zien op dit moment niet aan de orde. Is altijd een afweging wie dat is. Want ja, de verkeersdrempel, daar remt ze voor af. En dan geven veel mensen daarna weer gaas. Dus dan moesten weer een volgende drempel. Ja, en heel veel drempels leidt ook al vaak tot irritatie. Ook voor openbaar vervoer, bussen en dergelijke. Dus we kijken wat daar het meest geschikte pakket aan maatregelen is. En dat evalueren we ook regelmatig. En uiteraard heeft de politie ook zeer regelmatig controles op snelheid. Je hebt nu een overleg gehad met de bewoners Europaweg, ja. Europaweg Zuid, Europaweg Noord. Ja. Heb je gewoon nog inloopavonden gaan organiseren dat de mensen zo'n beetje op de hoogte blijven? Of waar kunnen mensen informatie krijgen? Een inloopavond voor Landgraaf hebben we nog niet zo lang geleden gehad. Die zit er voorlopig niet in, maar mensen kunnen altijd elke woensdagmiddag in Nut in ons infocenter binnenlopen. Dat is aan de Industriestraat 2A in Nut. Dat is bij de hoge silo's hoe Katoennatie opstaat. Elke woensdagmiddag van 3:30 tot 4:00 is dat infocenter geopend. En over een enkele maanden dan gewoon voor ook met een mobiel infocenter gewoon voor de wijken in. En dan zal er zeker ook nog een aantal keren terugkomen in Landgraaf. De bedoeling is dat we gemiddeld één of twee keer in de twee maanden naar de diverse plekken toe gaan. En dan kunnen mensen dus ook het korter bij hoes informatie krijgen over de buitering en alles wat er met verband hield. En je hebt inderdaad ook nog een prachtige website waar de mensen informatie. Zeg het nog eens even, waar kunnen ze terecht? www.buiteringparkstadlimburg.nl en ons Facebookpagina Buitering. Nou, mat. Ja. Weer een geweldige uitleg. We kennen er weer eventjes mee vooruit deze maand. Dankjewel. We komen Ger volgende maand weer terug om te kijken wie de vlag er dan bij hangt. Dankjewel. Okay, dankjewel. Dankjewel kijkers. Dit wordt weer eventjes in het Buitenringjournaal. Bedankt voor het kijken en Ger tot de volgende keer.